En hoe eet u de hutspot op 3 oktober? Hoe ik dat eet? Ja. Lekker, met klapstuk. Wij halen hem altijd bij de Hooglandse Kerk. Met z'n duizenden, zullen we maar zeggen. Oké, met klapstuk? Met klapstuk. Traditioneel. Ja. Lekker beetje vet. Ja, met klapstuk. Maar ook met een lekker stukje worst erbij. Dus ja. Alle twee. Wat vindt u ervan dat de 3 oktobervereniging nu zegt... we gaan hem bij de hutspotmaaltijd ook aanbieden... halal en vegetarisch? Ja, vind ik prima. Ja, ja, steun ik. Ja? Ja, hartstikke goed. Ja, weet je, ik heb daar geen problemen mee. Maar ik blijf me toch eten zoals die hoort. Traditioneel, met klapstuk en lekker vet. Ja, als daar behoefte aan is. Meer keus. Dus meer keus is wat mij betreft altijd goed. Als het om eten gaat. Ik vind van niet. Het is onze traditie. Ja, ja maar de tijden veranderen. Ja, natuurlijk. De tijden veranderen, ja. Ja? Nou ja, dan moet dat maar, ja. Maar u zou het zelf niet nemen? Nee. Nee, ik heb niks tegen die mensen, maar ik zou het niet doen. Dat vind ik een hele goeie. Vooral omdat je tegenwoordig heel veel mensen ziet die vegetarisch zijn. Dus ik begrijp dat ze dat doen. En vooral voor de halal, dat al helemaal. Dus komt goed uit. Ik denk dat er veel animo ervoor zal zijn. Wordt het hoog tijd? Het wordt hoogste tijd ervoor. Ik denk dat de tijden veranderen. En dat we allemaal een beetje van elkaar, een beetje met elkaar moeten helpen. Ik hoor ook mensen die zeggen, het haalt de traditie een klein beetje eraf. Wel nee, waarom? Nee joh, ben je gek. Nee. Dat zijn de veranderingen. Nee, ben ik het niet mee eens. Beetje met je tijd meegaan, dat is prima. Ja.